De prachtige bossen in Sinkensteen vormen deze week de entourage voor deze Omroep Hulst Informeert. Een week waarin burgemeester Ilona Jansen geïnstalleerd werd. En daarmee heeft Hulst na ruim 800 jaar een vrouwelijke burgemeester. Helaas waren er ook voetbalrellen in Hoek. En het schuurfeest in Kuithaard kan doorgaan in een nieuwe schuur. Er is nog veel meer te melden. Ook de gemeenteraad maakt zich zorgen over de energiecrisis. Groot Hontenissen Hulst pleit voor een impact team dat problemen inventariseert. Dus in gesprek gaat met ook stichtingen en verenigingen. Problemen in kaart brengen en samen oplossingen zoeken. Andere partijen benadrukken dat er niet gelijk financiële middelen beschikbaar zijn. Een dubbele verrassing voor Willy Verschrager uit Koewacht. Het door hem geschreven boek over Koewacht is een groot succes. De balansstelling voor het boek bleek wel uit de grote opkomst bij de boekpresentatie in de Vlassaard. Het eerste boek overhandigde hij aan burgemeester Merian Boer. Maar de burgemeester had ook een verrassing in petto. Hij overhandigde de heer Verschrager een koninklijke onderscheiding. Niet alleen voor het mooie boek, maar ook voor de inzet voor de vele lokale stichtingen in Koewacht. Via social media, borden langs de weg en ook via Omroep Hulst doet de brandweer een warme oproep. Woont u in Aardenburg, Westdorpen, Vogelwaarde of Hulst? Nou, vrijwel ieder korps in Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar brandweermannen en brandweervrouwen. Met name mensen die overdag inzetbaar zijn, zijn van harte welkom. En dat kan ook gewoon vanaf de plaats waar u werkt. Nou, de minimumleeftijd is 18 jaar. Opleiding duurt 2 jaar, maar al vanaf dag 1 kunt u meerijden. Achter de woonwinkels aan de Kennedylaan in Terneuzen staan 40 tiny houses voor arbeidsmigranten. De bedoeling was dat dit tijdelijk zou zijn, maar nu na jaren blijkt dat er geen overlast is, ligt er in Terneuzen een voorstel voor een bestemmingsplanwijziging. De huizen kunnen dan wel blijven staan, maar zijn nog steeds bedoeld voor tijdelijke bewoning. Op 28 oktober is er in het Karrewiel van Vogelwaarde een duivensportavond. U bent vanaf 8 uur van harte welkom en er zijn weer mooie duiven te koop. Laat een jongen of koop een bon voor een wellicht prijswinnende duif in 2023. De opbrengst komt ten goede van het hospice in Terneuzen. Het wordt 's avonds al vroeg donker, maar toch is er nog heel veel lichtvervuiling. En daarom is er op 29 november de nacht van de nacht. Laat het donker donker en ontdek ook hoe mooi de nacht is. Tijdens die nacht van de nacht. Nou, tijdens die nacht worden door heel het land evenementen georganiseerd. En dus ook in Hulst. Een mooi initiatief in Nieuwnamen. Op 1 november opent daar de garage. Het is een nieuw concept, kringloop, dagbesteding, koffiehuis, postagentschap en een DHL-punt in één. Nou, ook gaat men er activiteiten organiseren om Nieuwnamen weer bruisend te maken. En begin van de maand kregen de jongeren een echte wielerkliniek van Jumbo-Visma. En er was een dikke bandenrace in Hulst. We kregen daarvan de volgende beelden binnen. Zien we over zoveel jaar misschien wel terug bij de Vestingcross. Maar hoe fit bent u zelf? En komt u fit de winter door? Kom dan in Klingen lekker buiten bewegen
onder begeleiding. En dat kan elke woensdag van 10 uur 's ochtends tot 11 uur of 's avonds van 7 tot 8. En op donderdagavond kan dat ook van 7 tot 8. Welkom in het beweegpark van Klingen achter Maupertuis. Nou, de eerste 2 lessen die zijn gratis en daarna betaalt u maar 2 euro per les. En kinderen die hoeven zich deze herfstvakantie niet te vervelen. Kids to Fun en AZ hebben samen met verschillende organisaties een geweldig programma opgesteld. Voor kinderen tussen de 2 en de 17 jaar is er van alles te doen. Sportief of creatief. Lasergamen, zeemermin zwemmen, technisch knutselen of misschien wel boommonsters maken. Nou, ook aan de kleintjes is gedacht, want die kunnen naar het peuterfeest van Puk. Kijk voor meer informatie het volledige programma op de website van AZ of de gemeente Terneuzen. Weet u wat u moet doen bij een ongeval? Nou, daarvoor kunt u natuurlijk een EHBO-cursus gaan volgen. Maar een grotere ramp? Omroep Hulst besteedt deze maand aandacht aan de veiligheid in Zeeland. Maar wist u dat Zeeland Veilig ook een speciale app heeft? Weet jij wat hier is gebeurd? Misschien is er een grote brand of een gifwolk ontsnapt. Of misschien is er niks aan de hand. Dat wil je wel graag weten. Bij een wat groter incident in Zeeland verspreidt de veiligheidsregio via Zeeland Veilig op verschillende manieren informatie en advies. Op de website zeelandveilig.nl kun je lezen wat er aan de hand is en of je iets moet doen. En als er echt een grote ramp gebeurt, krijg je een NL-alert of klinkt de sirene. Wil je altijd en snel op de hoogte zijn van incidenten in jouw omgeving? Download dan gratis de Zeeland Veilig app. In deze app kun je aangeven wanneer je een pushbericht wilt ontvangen. Bijvoorbeeld bij een incident in jouw regio of een andere regio in Zeeland waar misschien familie woont. Piet, de sterk in RMU. Wil je goed voorbereid zijn op een mogelijke ramp? Zorg dan dat je in elk geval het volgende in huis hebt. Een radio op batterijen. Een paar flessen water. Warme dekens. Een opgeladen powerbank. En natuurlijk de Zeeland Veilig app op je telefoon. Volg altijd onze adviezen op en bedenk of je iemand in je omgeving kan informeren of zelfs kan helpen. Zo houden we met elkaar Zeeland veilig. Best veilig, maar ook wel eng. In het weekend van 29 november zijn er verschillende activiteiten in allerlei dorpen. Wilt u dat we uw evenement vermelden? Geef het dan door. Of geef na afloop een leuk filmpje of foto's. Gewoon even sturen naar redactie@omroephulst.tv. Jetzt geht's los! Zoek uw lederhozen of dirndl maar op en ga op 28 oktober naar het Oktoberfest in Grauw. Op de 29e gevolgd door een herfstparty. En wilt u nu een tafel reserveren voor dat Oktoberfest? Nou, dat kan. Nadat je je kaarten gekocht hebt, gewoon een mailtje sturen naar tafelreservering@grauwrock.nl. Reserveren kan voor minimaal 6 personen. Iedereen van 12 jaar en ouder kan nu een afspraak maken voor een herhaalprik voor het coronavirus. De coronacijfers lopen weer op. En als u corona heeft gehad, moet u 3 maanden wachten tussen het moment van uw besmetting en die vaccinatie. Zeeland is trouwens de enige provincie waar je nu al vanaf 12 jaar een vaccinatie kan halen. En daarom is dat online afspraak maken nog niet mogelijk. Wie een afspraak wil maken voor een vaccinatie kan bellen met een speciaal telefoonnummer. 011-3-249-442. Dit nummer is elke dag tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds bereikbaar. Hele mooie opnames ontvingen we ook van het concert van de Young Ones, die in een overvolle Dullaard een wervelende show gaven. We sluiten deze week af met het nummer Vivo per lei. Geniet nog maar eens na van dit concert van de Young Ones samen met Emma Heesters en Henk Poort. Graag tot volgende week. Quando sarà la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai entrò dentro in c'era stata
vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso, come lo stelo in camera, ti chiede solo adesso se chi è per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorare con le dita attraverso il piano forte, la morte lontano, io vivo. Entra vero, non mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa, nota, libertà. I always be there when you call, when you need a friend. Vivo per lei la musica, when you need a Yeah.